Dan kijk zo niet tegen. Ik ben Mark en ik ben de vraag in mijn prison architect. Vorige aflevering hebben we een paar probleempjes in onze gevangenis weten te regelen. Wat met problemen in de groepsruimte te maken had en in de luchtplaatsen. Dus die zijn in ieder geval nu helemaal geregeld. En nou ja, we moeten natuurlijk wel even van onze negatieve saldo eventjes afkomen. Dus dat gaan we ook eventjes deze aflevering doen. En dan gaan we misschien de volgende aflevering, wanneer we genoeg geld hebben, even de wapenkamer eventjes een beetje uitbreiden. Of nee, dat zeg ik even verkeerd. We gaan eerst waarschijnlijk de cellenblokken even maken. Dat is waarschijnlijk toch wel een beter idee dan de wapenkamer op het moment. In de tussentijd ga ik ook even een grondig onderzoek regelen vanwege de hoeveelheid tunnels die de meeste wilden gaan graven. Dus dat zal ook hopelijk goed moeten komen. In ieder geval over 14 uur krijgen we ook geld weer binnen. Dat zal ook wel gaan helpen. En dan moeten we even wachten. Intussen ga ik ook even een blauwe druk maken voor de buitenmuur weer. Dat zet ik ongeveer wel zo neer. Oké, er zijn ook geen tunnels gevonden, dat is mooi. Hoe kunnen vier bewakers die gozer niet weten te binnen te houden? Oh ja, wacht. We wouden ook nog dit gaan doen. Dit even helemaal gaan bouwen, natuurlijk. Dus, dat moet ik ook nog even regelen. Als eerste, denk ik. Nog 7 uurtjes, mooi. Nou, daar is er hier wel in gekwalificeerd voor, dat is mooi. Heb ik toevallig al exportgoederen? Ja, oké. Vier uurtjes te gaan. Zien. Programma's. Waar staan deze dingen vergrendeld? Oké.
Oké. Oh, misschien heeft dat wat te maken omdat we geen geld hebben. En daar hebben ze weer iemand voor nodig natuurlijk. In ieder geval hebben we de subsidie wel geregeld, dat is wel mooi. Hoe gaat de verdediging eigenlijk kosten hiervoor? Daar hebben we nog wel wat meer geld voor nodig. Dat is wel kloten. Laat ik het dan maar gewoon zo doen. Als ze naar de douche willen, dan moeten ze deze kant op. Ik weet niet waar dit voor gunstig zou kunnen zijn, maar hey, sure. Oké, dan kunnen we in ieder geval de fundering regelen. Oké.
Oké, nu kan deze muur mooi weg. Oh, die kan hem wel wat aan. Zo, oké, nu gaan we even de muren regelen. Dan kunnen we het blauwe drukken gebruiken. Onvoldoende geld. Hey. Prachtig, die deuren die zijn ook lekker duur. Wolf, ik ga dit mooi de aflevering, of de volgende aflevering, ga ik dit zelf nog beter maken. Dus ik hoop dat het leuk vond. Ik heb werk bij klaar. Zie ik wel een keer weer. Later.